In deze video 2 strikes op Teescape en het wordt bijna weer fucking verwijderd. En die jongen blijkt dus ook de video gestrikt te hebben, want dat kan je namelijk zien wie je video strikt. Maar goed, ik heb zijn Snapchat. Zullen we hem eens even bellen? Kijken wat hier gaande is in deze toko. Hij belt. Hallo? Ja, hallo. Ik heb een paar vraagjes voor je. En ineens, bam, is het weg. En dat is best moeilijk. Ik wil helemaal geen nieuw kanaal. De donkere tijden van mijn YouTube kanaal. Ja, ik heb er 6 of zo. Ik ben de tel kwijtgeraakt eigenlijk. YouTube die vond me volgens mij gewoon niet zo leuk. Al zocht ik eigenlijk ook een beetje de grenzen op. Het kwam zelfs zo ver dat mijn hele kanaal verwijderd werd. Ik weet het nog goed. Mijn wereld stortte zo wat in. Nou ja, ik maakte een nieuw kanaal en 100.000 mensen die klikten in 8 uur op dat knopje. 100.000. 100.000! En het leven ging weer vredig door. De rust was wedergekeerd. En toen... Vorige week kreeg ik weer een mailtje. Ja, oké, zal ik even normaal mijn verhaal gaan vertellen? Oké. Game ze nog, makker. Een mailtje kreeg ik binnen in mijn mailbox. Hallo Tees Games, je video is van YouTube verwijderd. Je video How to Twerk is gemarkeerd voor beoordeling. Dit is de tweede waarschuwing voor je account binnen 3 maanden. Als er zich verder geen problemen voldoen, kun je na deze 2 weken weer uploaden. 2 strikes op Tees Games. Het kanaal waar ik niks meer mee doe, het kanaal dat compleet dood ligt. En het wordt bijna weer fucking verwijderd. Iets van 900 video's staan op dat kanaal. Al mijn herinneringen, mijn begin met How to Twerk. Die video is iets van 3 jaar oud. Ja, ik had inderdaad wel echt een draadje los. Hey, ik hoor je denken, Tees, waar is je broek? Waarom ben je weer te bang om je haren te laten zien? Kom net onder de douche uit, ja? Laat mij. Sorry voor de kleine onderbreking. Ik heb eventjes wat leuks te vertellen. Het betreft namelijk over de film Skyscraper. 10 juli in voorpremière. De film die gaat namelijk over een ex-FBI-agent die zijn familie moet redden uit een nieuw gebouw. Het hoogste gebouw ter wereld, wat net nieuw gebouwd is. The Pearl is the most advanced building in the world. But no one really knows what would happen if things go wrong. Want dit gebouw is namelijk overgenomen door terroristen. My family's in there. Turn around. Dwayne Johnson. Keep going up. Don't look back. I'll find you. Event, jongens, ik weet het. Vanaf 10 juli is de film al in de bioscoop, dus check zeker weten ook de trailer in de beschrijving. Maar toen kreeg ik een nieuw mailtje. Dit keer niet voor Tees Games, want anders was dat kanaal nu gewoon weer weg. Maar voor dit kanaal, Tees. Your video has been taken down from YouTube. Hi Tees. Kijk, ik maakte dus laatste video reageren op video's van haters. Abonneer. Ik wist dat er een riskant vleugje aan zat, maar ik dacht dat ik het goed aangepakt had. Net zoals alle andere 9 keren dat ik een strike had. 1 jongen in die video voegde ik toe op Snapchat. Ik heb een idee, zijn Snapchat staat daar in beeld. En die jongen blijkt dus ook de video gestrikt te hebben, want dat kan je namelijk zien wie je video strikt. Maar goed, ik heb zijn Snapchat. Zullen we hem eens even bellen? Kijken wat hier gaande is in deze toko. Komt er in ieder geval op neer dat de strijkdagen in YouTube weer terug zijn. De storm is weer terug. Als Tees Games nu nog 1 strijk krijgt van een random video van 4 jaar geleden, ben ik het kanaal weer kwijt en al mijn herinneringen. Dus ik denk dat ik na deze video's alle video's op Tees Games gewoon op privé ga zetten. Hoe kut ik dat ook vind, maar... En ja, de strijker van dit kanaal, die gaan we gewoon eens even bellen. Ben heel benieuwd. Ik wacht wel. 12 o'clock midnight. Hij belt. Hallo? Ja, hallo. Ik heb een paar vraagjes voor je. Vind je dat erg als ik dat misschien even opneem? Ja, klopt. Je was het niet zo eens met die video, toch? Nee, ik vond het niet zo. Maar je had de video toch gestrikt, toch? Zo neergehaald, zeg maar. Ja. Oké, waarom als ik vragen mag? Thibaut?
Waarom heb je die video neergehaald, als ik vragen mag? Ik weet niet, omdat je niet reageerde. Oké. Is dat een probleem? Ja, dat is wel een beetje een probleem, zeg maar. Want als ik 3 van die strikes heb, dan wordt mijn kanaal, zeg maar, verwijderd. En dat is me 1 keer eerder overkomen. En, ja. Ja, ik weet het. Wat beviel je niet aan de video dan, zeg maar? Eigenlijk vond het niet zo chill met al mijn matjes. Die hadden al die video's gezien. Ja. Nee, oké, dat snap ik. Maar dat was 2 jaar geleden, toen ik nog zo'n klein kind was. Oh, dat wist ik niet. Ja, ik dacht sowieso dat ik er aardig rustig over deed, snap je? Ik probeerde je niet kapot te maken of zo. Dat is niet zo erg, hè? Nee, oké. Nee, ja, kijk. Oké, groetjes terug. Ik kan hem maar beter vragen of je dat misschien weg kan halen. Ik weet niet, jij hebt de optie daarvoor als het goed is. Echt? Kan dat? Ja, ik zou het super chill vinden, maar ja, je moet het zelf eten natuurlijk. Kan ik dat wel doen, maar nu ben ik wel niet thuis. Ik zit in Oostenrijk. Oké. Okay. Ja, doe maar rustig aan, jongen. Geen haast, maar veel plezier in Oostenrijk. Veel videoplezier. Hi, thanks. Yo. Hoi. Oké, ja, Tibalt, je bent eigenlijk gewoon een chille jongen. Maar zo zie je maar weer, als je het gewoon eventjes rustig uitpraat. En ze leefde nog lang en gelukkig. Alleen als ik niet uitkijk met Tease Games, dan leeft dat niet meer zo lang en gelukkig. Ja, dat zie ik niet zitten. 1,9 miljoen weer, 100.000 likes. Ik wist niet wat me overkwam, dat besef ik me eigenlijk nu pas. YouTube was mijn leven, YouTube is mijn leven. Ja, ik zat hier echt fucking erg mee. Deze verwijdering van het kanaal was echt de eerste keer in heel YouTube Nederland eigenlijk. Het heeft me aan de ene kant wel een boost gegeven voor mijn kanaal, dus achteraf gezien... Elke video in de bovenste 3 rijen zit minimaal boven de 500.000 views. Wat gebeurde er op dat moment? Ik snap het echt voor geen meter. What the f***? Ik ga maar eens inloggen op Tease Games en video's offline zetten. In ieder geval, dames en heren, jongens en meisjes, ik hou het voor gezien. Moraal van het verhaal. Hey, en abonneer, want we zitten bijna op de 1 miljoen.